Vandaag gaan we het hebben over mode. We gaan kijken hoe modebewust Nederland is. Check it out. Hoe belangrijk is de mode voor jou? Ik volg niet alles op de voet. Maar gewoon een leuk voor in je vrije tijd. Belangrijk is matig, weet je. Het is wel belangrijk voor mezelf om er gelijk uit te zien. Ja. Nou, mode is wel heel erg belangrijk voor mij, aangezien mode later mijn werk wordt. Ik zit namelijk ook op de modeacademie. Voor mij? Ja, voor mij is mode wel heel erg belangrijk, ja. En hoezo? Nou, ik bedoel, ik word er elke dag mee geconfronteerd, hè. Ik bedoel, mooi uitzien is heel belangrijk, toch? Het is niet alleen een iets wat je draagt, maar het zegt ook iets over je persoonlijkheid. Ja, ik vind mode niet zo belangrijk eigenlijk. Het is gewoon meer, je moet uitstraling hebben vanuit je hart en je ziel. Het is veel belangrijker dan je kleding. Voor mij is het heel erg belangrijk. Want representeer jezelf natuurlijk. Kleding zegt niks, hè? Het is toch wel belangrijk, want je moet er goed uitzien. En als je bijvoorbeeld het van de jaren 80 kleding aandoet, dan loop je niet mee. Dan draag je dingen wat mensen al raar opkijken van, ja. Het ziet er niet echt lekker of goed uit. Heel belangrijk. En dat ziet u denk ik ook wel aan mij af. Jawel. He, want ik ga ook dus altijd, mag ik wel zeggen, volgens de laatste trend gekleed. En hoofdzakelijk klassiek natuurlijk. Nee, ik vind het wel heel leuk. Belangrijk weet ik niet. Ik geef wel veel geld aan uit. In ieder geval. En wat wordt deze winter echt de mode, de trend? Een beetje stoer is die. De mode van deze winter volgens mij. Stoere laarzen en zo. Volgens mij het meeste in de mode zijn lange rokken en cowboylaarzen. Normaal vind ik met jeans en met leerjack en vind ik ook allemaal prachtig. En een leuk overhemd erbij. Dus wat dat betreft, de mode. Ik volg de mode ook op en top. En vooral ook voor de dames, hè. Dat is erg belangrijk. Wat hebben ze aan? Ik heb dit jaar helemaal geen tijd gehad om er mee bezig te zijn, maar van wat ik begrijp, en daar doe ik wel een beetje aan mee, is een beetje dat conservatieve, toch sportieve look, een beetje wat ik nu aan heb. En combineren natuurlijk, jasje van €20 en een shirtje van €100. Oh. Dus niet alles duur kopen, maar gewoon ook lekker veel tweedehands ertussen. Ik zie veel geblok van die ruitjes en cowboylaarzen en van die leuke rokjes, die bohemian stijl. Dus ik denk dat dat in is, denk ik, om eerlijk te zijn. Ja. Afrikaans, een beetje Noord-Afrikaans. Ik heb veel in de modeboeken gekeken en dan zie ik ze ook allemaal met kettingen, met dingetjes eraan en ook aan de rokken met versierselen. Ik heb geen flauw idee. Ik bedoel, ik ben nog een beetje aan het rondkijken, maar ik verdiep me voor de rest niet zoveel in. Ik ben een beetje een meeloper en ik zie het allemaal wel. Ik denk zelf dat een bepaalde soort tuttigheid en ook gecombineerd met een beetje, je ziet heel veel legerinvloeden nog steeds. Jij bent ook natuurlijk in jouw trend met alles en alles, ben je heel bijpassend gekleed. Ook met de kleur van je gezicht, zal ik maar zeggen. Je bent zo'n beetje eigenlijk een halve modekoning, hè? Mode deze winter. Volgens mij zie je paars met blauw en veel bont. En die hugs komen weer helemaal in. Ik dacht van weer en weer van die laarzen over je spijkerbroek heen of zo. Maar dat vind ik zelf echt geen leuk werk, dus dat doe ik ook niet. En verder, van dat korte. Met gewoon truitjes eronder. Met een korte wollen dingetje en zo aan. En als je iemand van het platteland dan neemt, ben je nog aan het draaien? Ja. Oké. Okay. Dat is schat, hè. Ah, joh. Wat vind je de allerslechtste mode aller tijden? Wat er geweest is? Wat er geweest is? Leggings. Maar die zijn nu weer hip trouwens. Leggings. Die mogen nooit meer inkomen. Leggings. Echt. Leggings. Leggings, die hoeven voor mij niet. En die zijn wel een tijdje terug geweest, maar die mogen weer weg. Nou, weet je wat ik heel erg jammer vind? Is dat de broeken weer heel hoog gaan worden. Dat vind ik heel irritant. Ja, ik vind mode is nooit slecht. Het is gewoon een persoonlijke keuze.
Ik heb gehoord dat nu zelfs voor de mannen de broeken tot weer aan de navel gaan komen. En ik ben al best klein en dat maakt me nog kleiner. Dus daar ben ik niet zo voorstander van. Wat ik heel naar vond was vorig jaar, dat zijn die schoenen met die zogenaamde Adidas strepen en dan op laarzen. Een beetje die stretch laarzen met een punt. En nee, dat vond ik waardeloos. Ja, skinhead stijl, hè. Kisten opgerolde broeken en dat soort dingen, weet je. Dat is echt zo'n modestijl. Vorig jaar, met die lelijke schoenen. Ja, die body van die... Moonboots, ik weet niet hoe ze heet. Moonboots, ja. Die van die grote... Van die soort grote pantoffels bijna. Ja, die draagt ze ook in de zomer. Vet zielig. Ik zie wel de trend in Nederland. Vooral zondags onder andere. Je ziet de mensen eigenlijk lomp, slordig erbij lopen. En de beste modestijl? Ja, de beste modestijl. De nette stijl vond ik wel mooi vorig jaar. Gewoon colbertjes en zo pakken en zo was toch weer een beetje... Vond ik wel een goede ontwikkeling met een colbert en een spijkerbroek eronder. Een baggy spijkerbroek. Ik denk de mode van nu. Jawel. Ja, ik vind felle kleuren wel mooi. Die wat langere rokken, zoals deze, daar was ik wel blij mee. Past beter bij mij dan die korte rokjes. Die cowboyrokjes, zulke ongeveer. Ja. Heb je wel eens iets gedragen dat je niet mooi vond, maar het was wel in de mode? Leggings. Nee, ik draag altijd wat ik zelf mooi vind. Ja, ik heb een gifgroene... T-shirtje, heel strak. Ik kan niet geloven dat ik dat gekocht heb. Ja, misschien als ik diep graaf, dat ik dan denk dat ik nu denk van jeetje, heb ik dat toen gedragen? Maar op dat moment stond ik daar volledig achter. Even denken. Nou, ik denk het niet, want ik koop alleen eigenlijk dingen als ik het een beetje lekker vind zitten en als het mij ook staat. Als je zelf een trend mag opzetten, dus bedenken, en wat zou dat dan zijn? Dat is een goede vraag allemaal. Als ik zelf een trend, zou ik van die oude jurken weer inlaten. Van die jurken uit een beetje, wat is dat, de 60e jaren. Van die jurken die hier zo, en die dan helemaal zo bol lopen. Okay. Van die vrouwelijke jurken. Ja, ik hou meer van tassen, dus ik denk van die grote tassen, weet je. Die bowlingtassen die je zo bij je hand kan meenemen, ja. Ik denk dat. En dan met een leuk kleurtje, een paar glitters erop en... Leuke edelsteentjes, ja. Ik zou dat doen, denk ik. Wat nog niet is geweest? Ja, of iets wat je weer heel graag terug zou willen hebben? Ik vind die afzaklaarzen, die kan ik namelijk nergens meer vinden. Die is er nou heel oud. Als je een trend moest zetten, wat zou dat dan zijn? Ja, wees jezelf en niet een ander. Er zijn genoeg anderen, maar je bent maar één keer jezelf. Oké, bedankt voor deze interview. Ja, succes. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Urban Sweet Talk. Bedankt voor het kijken. En de volgende keer wel weer doen, hè? Ja, zeker weten. Doei. Doei.